Jompo Tektaki Anunoti, naar Futanhoring. Suriname staat nu voor een grote uitdaging. Maar we zijn er niet bang voor en we gaan het aan. We gaan dit tot een goed einde brengen. Woorden van minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme. Vandaag, kort voor de eerste rechtstreekse inaugurele vlucht van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM naar Miami in de Verenigde Staten. Statistieken in de Verenigde Staten wijzen uit dat in 2015 8 miljoen Amerikanen het Caribisch gebied hebben bezocht. De verwachting voor 2016 is dat 7,5 miljoen toeristen de regio zullen bezoeken. Suriname hoeft daarvan slechts een fractie binnen te halen, omdat de sector daar voordelen aan kan hebben. Dat meent minister Rusland. En dromen is goed, maar je moet het substantiëren. Die mogelijkheid is aanwezig. De ontwikkeling nu op de Amerikaanse markt van de Amerikaanse toerist is dat men steeds bewuster wordt van green tourism. Dat is ook vastgesteld. Tientallen procenten van de 8 miljoen mensen gaan voor green tourism. En dan ga ik u aangeven, Surinamers, houd het vast. Ons comparatief voordeel boven alle andere Caribische landen is dat wij één onszelf mogen noemen het groenste land ter wereld. Niet alleen, but American citizens, we have to offer you 5 million acres of pristine, never touched tropical forest. Please come to Suriname, we welcome you, we invite you. Dat hebben wij te bieden. We hebben 5 miljoen acres te bieden aan nooit aangeraakt. Het gaat om het natuurreservaat. En als de Amerikaan gaat voor ecotourisme, green tourism, dan hebben wij het comparatief voordeel. Het enige dat wij moeten doen, wij moeten natuurlijk de andere omgevingsfactoren in place brengen. Niet alleen, maar we moeten de Amerikaan ook uitleggen dat wij bestaan. Het verkopen van Suriname als toeristische destinatie zal het land geld kosten. Maar wij moeten niet bang zijn om het geld uit te geven als we dat weer kunnen terugverdienen. De minister had ook een boodschap voor de SLM. SLM, dit is de dag dat de bescherming naar het bedrijf toe komt weg te vallen. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om het bedrijf zo sterk te maken, zodat zij in staat is zichzelf te beschermen. Op basis van de cijfers van Amerikaanse toeristen die trekken naar het Caribisch gebied, zullen ook Amerikaanse vliegmaatschappijen worden geïnteresseerd om te vliegen naar Suriname, besluit Rusland. Assembleelid Melvin Bouvat zegt dat dit moment moet worden aangegrepen om de mogelijkheden om te zetten in daadwerkelijke verdere groei en ontwikkeling van ons toerisme- en luchtvaartsector. In de debatten en nu ook zal ik een uitdaging die ik toen heb gedeeld ook met u delen. Dat Suriname geografisch gezien de ligging een land is dat kan fungeren als hub vanuit Europa, laten we het voor nu houden op Amerika, naar het achterland van Zuid-Amerika, naar het Caribisch gebied. Laten wij met deze stap de volgende stappen zetten om meer verbindingen te maken en daardoor belangrijke stappen zetten dat onze luchtvaart inderdaad verder ontwikkeld wordt. Vandaag is ook bewezen dat we een hele goede asset hebben. Onze luchthaven is gezien de standaard die wordt geëist vanuit de VS. Een luchthaven die nu gekenmerkt kan worden als een naar hoge standaard, waar security, veiligheid hoog staat aangeschreven. Dat zal ook mogelijkheden creëren. Dus mijn dankwoord, beste mensen, gekoppeld aan de uitdaging, is wat ons zal moeten bewegen om verder te gaan met ons werk. We zullen vandaag inderdaad, zoals de conferentie dat eerder zei, en ik dacht de directeur ook, dit heugelen, vieren, maar ook Bafira-feest zullen we met z'n allen verder moeten gaan, met z'n allen zeg ik ook, met z'n allen vanuit het parlement verder moeten gaan. Minister, weten, de toerismewet is in, moet ik zeggen, aantocht, is al ready, is al ver geworden. Ik wil u vanuit mijn verantwoordelijkheid de garantie geven dat zo gauw de toerismewet klaar is,
voor de behandeling in het parlement, dat we de nodige prioriteit zal geven. Zodat we u ook opnieuw een handvat kunnen aanreiken als volksvertegenwoordiging om deze sector, wat voor ons een behoorlijk belangrijke potentie is, verder te ontwikkelen. De commerciële vlucht van vandaag, een charter, was de eerste na bijkans 30 jaar. Suriname Airways draait in september eerst een pilot met deze rechtstreekse vluchten naar de Verenigde Staten en zal pas in november deze lijndiensten toevoegen aan haar vliegschema.